Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 7 augustus. Het is stralend weer in Nederland en de temperatuur die loopt hoog op tot ruim boven de 30 graden. In een groot deel van het land is het zelfs 33 tot 37 graden. Dat betekent wel dat er vanavond misschien een paar buien gaan vallen. En die buien die komen opzetten vanuit het zuidwesten. Dat kunnen stevige onweersbuien zijn, met kansen ook op hagel en lokaal veel water in korte tijd. Ook kunnen er zware windstoten voorkomen. De buien trekken dan in de nacht weg naar het noordoosten en morgenochtend dan wordt het op steeds meer plaatsen droog. En in de middag klaart het ook goed op en zijn er flinke zonnige perioden. En donderdag krijgen we dan te maken met een nieuwe storing die vanuit het zuiden komt opzetten. En dan ziet het er naar uit dat in heel het land toch wel enige tijd regen gaat vallen. Want met de buien die er vanavond en vannacht mogelijk komen, moeten we er wel rekening mee houden dat ze lokaal zijn. Op veel plaatsen kan het ook gewoon droog blijven. Nou, donderdag, dan verwachten we toch wel dat in heel het land enige neerslag gaat vallen. Nou, vanavond is het nog lang erg warm met temperaturen boven de 30 graden. Als de zon ondergaat is het zo'n 25 tot 30 graden. Er zijn dan brede opklaringen en wat wolkenvelden. En zoals gezegd vanuit het zuidwesten is er ook kans op een paar stevige onweersbuien met mogelijk zware windstoten. En ook hagel sluiten we niet uit. Die buien die trekken dan meer het land in richting het noordoosten. En vannacht kan er dan op meer plaatsen zo'n onweersbui vallen. Temperatuur ligt vannacht rond de 20 graden. Het worden dus een erge Warme nacht en zeker in de stedelijke gebieden ligt de temperatuur nog wat hoger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, dan valt er hier en daar nog wel een bui, maar die trekken weg en dan gaat het in de middag opklaren en dan kan het toch weer vrij warm worden, 24 tot 29 graden. De wind die neemt toe, die wordt matig uit het zuidwesten, maar rond het IJsselmeer en ook aan zee kan de wind krachtig worden en dat is toch wel windkracht 5 tot 6. Het gaat dan echt eventjes een beetje doorwaaien. Ja, en dan de dagen na, dan komen we toch wel in een wat wisselvalliger weerbeeld. en ook lagere temperaturen. Donderdag, dan kan het voor de regen uit nog wel 23 tot 28 graden worden. Maar vanuit het zuiden komt dan de regen opzetten. En in de loop van de middag en ook in de avond regelt het dan enige tijd. Aan de kust kan op donderdagavond een stevige noordwestenwind komen te staan... die zelfs krachtig tot misschien wel stormachtig is. Windkracht 6 tot 8, ook in het Waddengebied gaat het flink waaien. Vrijdag zitten we in de koelere lucht, maximumtemperatuur dan 20 tot 23 graden. Een eventuele hittegolf zal dan beëindigd gaan worden. En ook zaterdag blijft de temperatuur onder de 25 graden. Vrijdag valt er nog wel hier en daar een bui, met name in de kustgebieden. En ook zaterdag kan er met name in de kustgebieden een enkele bui vallen. De dagen na wordt het wel weer ietsje warmer, maar het blijft aan de wisselvallige kant. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.